Er is nog geen enkel lichtpuntje te zien in een verbetering. Dus vandaag hadden we volgens mij het hoogste aantal ziekenhuisopnames. Dus de piek hebben we wellicht ook nog niet bereikt. Maar moet ik dan denken aan vergaandere maatregelen als lockdown of het in stand houden van de huidige maatregelen? Nou, ik denk in stand houden van de huidige maatregelen lijkt niet effectief te zijn om het tijd te keren. Dus dan blijft er niks anders over dan toch ook naar additionele maatregelen te kijken. Ja, en dan hebben we het dus over een lockdown. Ja, dat is een rekbaar begrip. Wanneer is het een lockdown? Maar, waar denkt u aan dan? Nou, dat weet ik niet. Dat gaan we in het OMT bespreken. Maar dat wat we nu doen niet werkt, dat lijkt tot nu toe wel zo. Ja. Gisteren in het toen openbaar gemaakte OMT-advies was eigenlijk nog uw advies, en ik lees het even voor, opvolging van de basisregels. Dat is dé manier om te voorkomen dat er striktere maatregelen komen. Maar dat is nog geen 24 uur houdbaar gebleken. Hoe kan dat? Nou, dat was ingegeven door het advies, het overleg wat wij vrijdag hadden. Wat was 5 dagen na die afgekondigde mini-lockdown. Op dat moment kun je op basis van de infectiecijfers nog helemaal niet concluderen of de maatregel of de aanscherping van de maatregel enig effect heeft gehad. Dus op dat moment hebben wij gedacht van, hebben wij gemeente moeten zeggen van, het aanscherpen van die maatregelen, dat moet sowieso. Uit de gegevens die wij kregen van de gedragsunit van het RIVM was ook nog niet te zien dat er op het, zeg maar, op mobiliteit en dergelijke grote effecten gebeurde. Mm. Dus wij voelden wel aankomen, er gebeurt nog niet zo heel veel. En dan ga je toch altijd terug naar die basismaatregelen. Want het toevoegen van nieuwe maatregelen heeft maar beperkt zin als de basismaatregelen heel slecht nageleefd worden. Ja, maar u zegt dus nu vanavond hier aan tafel, ook die basismaatregelen nu met z'n allen heel streng gaan naleven, dat is eigenlijk niet meer genoeg. Nou, als we dat allemaal zouden kunnen, want we zaten op een R-waarde van 1,2, daar zitten we nog ongeveer nog steeds om. Dus als die basismaatregelen allemaal heel goed uitgevoerd zouden worden, met z'n allen, dan was er een redelijke verwachting dat het getal naar de 1 zou gaan of daaronder zou komen. En dat is wat je wil bereiken met infectiepreventie. Mm. We zijn inmiddels alweer bijna een week verder. Nou, een halve week en we zien nog steeds geen kentering. En we zien ook in de getallen die ik gezien heb van de gedragsunit over mobiliteit ook nog niet heel veel veranderen. Nee. Dus dan verwacht ik niet dat er vrijdag weer heel veel veranderd is. Nee, en dus komen we voor andere keuzes te staan. Ja. Wat wel lastig is natuurlijk met die oproep over die basismaatregelen, is dat opnieuw de verantwoordelijkheid bij het publiek wordt neergelegd. Terwijl een van die basismaatregelen is dan laat je testen. Nou ja, de testcapaciteit zit gewoon vol. Je kan je niet altijd laten testen. Nee, het is, aan de andere kant is het kabinet laat begonnen met boosteren. Aan de andere kant hebben we al heel lang kunnen zien dat het de slechte kant op gaat met die cijfers. Je begint je ook wel een beetje af te vragen of ook het OMT niet meer naar het kabinet moet wijzen en wat minder naar de bevolking. Nou, dat heeft denk ik niet zo heel veel zin, omdat we er allemaal samen voor staan. We moeten dit met z'n allen gaan oplossen. En we weten in elk geval heel duidelijk wat we niet willen in dit land. We willen niet, althans, in code zwart terechtkomen in de ziekenhuizen. Ja, dat duurt nog 10 dagen, zei Diederik Gommers vanavond in de Tweede Kamer. Daar willen we wegblijven. Wat ook wel duidelijk wordt, we willen eigenlijk geen maatregelen. Elke sector heeft een goed verhaal waarom in elk geval in die sector geen maatregelen bij moeten. Liefst eraf, want daar zit het probleem niet. We willen zeker geen gesloten scholen, we willen de horeca niet dicht. Het hoger onderwijs moet open. Dus daar, dat is ook duidelijk wat we willen. En anderzijds hebben we een groot deel van de bevolking, proportioneel klein deel, maar nog steeds een grote groep mensen die niet beschermd zijn, niet gevaccineerd zijn. En in dit land willen we ook niet praten over vaccinatie, dwang, drang of plicht. Die drie dingen samen gaat niet. Dus dat moeten we wel doen, zegt u. We moeten wel ik denk over dat alles dwang, drang of plicht. Ik denk dat het proportioneel is, 2 jaar in deze crisis, waar we misschien nu naar de allerzwaarste fase gaan, dat het proportioneel wordt om alles te bespreken. Als wij, ik heb die 3 dingen geschetst, die 3 dingen samen kunnen niet. Precies, dus we kunnen niet naar code zwart, ik herhaal ze nog even. Als we niks doen aan de maatregelen of niks doen aan de vaccinatie. En we willen ook niet verplicht vaccineren, maar iets zal moeten, zegt u. Kijk, als we zeggen van, wij willen in die ziekenhuizen niet in die situatie terechtkomen, dan moet of die vaccinatiegraad flink omhoog, of we zitten aan hele zware maatregelen. En waarschijnlijk heb je sowieso eerst die maatregelen nodig en heb je dan de tijd om die vaccinatiegraad echt ferm omhoog te krijgen. Als we zeggen, de maatregelen zijn onbespreekbaar, dan moet of die vaccinatiegraad snel heel erg omhoog en tot die tijd moeten die ziekenhuizen zien te overleven. En als je zegt, we kunnen die vaccinatiegraad verder niet over hebben, dan rest slechts 1 ding en dat is de maatregelen, denk ik, heel scherp aanscherpen om de ziekenhuizen, zeg maar, overeind te houden. En het probleem dan is, dan gaan we waarschijnlijk heel effectieve maatregelen krijgen.
laten we daarvan uitgaan, dan bouwen we ook geen verdere immuniteit op in de mensen. En dan betekent dat we waarschijnlijk die maatregelen moeten aanhouden tot het voorjaar ons uit die crisis gaat halen. Dus de politiek, het kabinet en de Tweede Kamer, die moeten nu echt keuzes gaan maken. Maar eigenlijk zet u nu ook een streep door die keuze die u ze voorlegt van de extra maatregelen. Want u zegt dat gaat de immuniteit niet ten goede komen. Dat betekent dat we nog tot mei in die maatregelen zouden blijven zitten. Dan blijft er maar één over en dat is dus de vaccinatie gaat ophogen, waarvan u zegt desnoods met dwang, bijvoorbeeld zoals in Oostenrijk? Nou, dat zeg ik niet, maar dit zijn de opties die we hebben. U vindt dat de politiek daarover moet gaan nadenken? Het is een politiek besluit om te kiezen wat we gaan doen. Laten we even naar Arjen Noorlander teruggaan in Den Haag. Want Arjen, jij hebt natuurlijk meegeluisterd. Ja. Maak het politiek bespreekbaar, wordt hier gezegd. Vaccinatiedrang, is dat het? Er is heel veel politiek nog niet bespreekbaar. Hugo de Jonge en Mark Rutte, we kennen ze uit de persconferenties, willen zelfverzekerdheid uitstralen in de aanpak. Maar ze zijn demissionair en eigenlijk onzeker over het politieke en maatschappelijke draagvlak voor allerlei maatregelen. En het parlement met 19 partijen die voor dat draagvlak zouden moeten zorgen, vinden allemaal vooral heel erg veel. Maar zoeken ook niet samen naar een soort meerderheden om te zorgen dat er echt beleid komt om, zoals Mark Bonte terecht zegt, te zorgen dat die besmettingen omlaag gaan. Je zag het vandaag ook weer in de Tweede Kamer. Het ging niet over de directe aanpak, maar het ging weer vandaag uitgebreid over 2G, 3G. Waar moet je allemaal precies een coronapas laten zien? Iets wat eigenlijk pas ingevoerd gaat worden nadat deze golf voorbij is en daar dan ruimte voor is. Maar ook al ging dat debat over de wat langere termijn, direct schoot het weer alle kanten op. Het is een moeilijke procedurevergadering omdat het over veel dingen gaat. De coronapas ligt gevoelig in Den Haag. En zelfs een agendadebatje zorgde al voor irritatie en gedoe. Het is de vraag of de wet er überhaupt voor de kerst is. De voorstanders hebben haast. Die besmettingen zullen eerst omlaag moeten. Daarna kan je iets hebben aan deze instrumenten. Maar je moet het wel voorbereiden om te zorgen dat als we weer dingen zouden kunnen openen, dat we dat dan ook zo snel mogelijk doen. Want één ding is voor mij duidelijk. Ik wil zo min mogelijk lockdown. Het kabinet had het liefst deze week de 2- en 3G-wetsvoorstellen er al doorgeduwd. En toevallig of niet, minister De Jonge postte tijdens het debat dit bericht. 2G of vaker dicht. En juist die boodschap zorgt voor irritatie bij de oppositie. Ja, en ik word daar eigenlijk best wel boos van. Want de minister doet net alsof we een nieuwe lockdown ingaan of 2G. Terwijl, en dat stond heel duidelijk in het OMT-advies, 2G is helemaal niet bedoeld om het aantal besmettingen in te dammen. Het is straks, als de samenleving weer meer open kan, bedoeld om dan het aantal besmettingen wat lager te houden. Er moet nu eerder harder opgetreden worden en meer dingen dicht. Wil je überhaupt een discussie kunnen voeren over versoepelingen? Ik begrijp ontzettend dat ze snel maatregelen willen nemen tegen de gigantische besmettingscijfers die je nu ziet. Maar er zijn nogal wat mensen, van OMT-leden tot de Raad van State, die dit middel om dat doel te bereiken ernstig in twijfel trekken. En als je dan zo'n ingrijpende wet wil behandelen, ja, dan vind ik dat je overtuigender moet aantonen dat dit helpt. Ja, en of dit helpt is maar de vraag, want iedereen in de Kamer lijkt iets anders te vinden. Het kabinet weet ook niet meer precies waar draagvlak voor is. En dus gaat het debat over 2G en 3G en maatregelen die misschien op de loop van volgend jaar kunnen helpen als deze golf en deze dreigende code zwart voorbij is. Maar echte vragen die politiek moeten worden beantwoord worden ontweken. Ook omdat daar waarschijnlijk geen draagvlak voor is. Wat moet je doen met het verschil tussen gevaccineerden en ongevaccineerden? Wat moet je doen op scholen waar corona heel snel rondgaat? Wat moet je doen op brandhaarden zoals grote steden en de Bijbelbelt, waar corona veel meer huishoudt als op andere plekken? Vragen die echt de komende weken beantwoord moeten worden, die ook misschien wel om harde keuzes vragen, maar die in de politiek op dit moment nog steeds ontweken worden. En dus rommelen we weer toe naar een persconferentie waar waarschijnlijk weer met hagel wordt geschoten met allerlei maatregelen die alle mensen zullen raken in de hoop dat het dan wel gaat werken. Maar het is een politieke worsteling om daaruit te komen en het oogt allemaal op dit moment, Mark Bonte zei het bij jou aan tafel ook al, niet erg daadkrachtig. Arjen Noorlander in Den Haag, dankjewel. Ja, tot slot, en ik zucht er een beetje bij, want als we dit zo horen, meneer Bonte, hoe belangrijk is het dan dat het kabinet überhaupt keuzes durft te maken? Nou, dat is ongelooflijk belangrijk. Kijk hoe het in de ziekenhuizen is. Kijk naar de cijfers van vandaag, kijk naar de cijfers van de laatste weken. Kijk naar het draagvlak voor de huidige maatregelen en hoe ze uitgevoerd worden. Er moet iets gebeuren en de politiek moet daarin verantwoordelijkheid nemen. Zowel het kabinet als de Tweede Kamerfracties. Want als je dit hoort allemaal, en ik heb vorige week ook even naar dat kameruurtje geluisterd. Het is dramatisch. Ze moeten echt één front vormen
en zorgen dat wij met het land door deze crisis komen in plaats van te bakkeleien over details.